Je mag zelf weer verder slapen hoor, schatje. Zo zit je net. We gaan eerst even eten. Ja, ga je hem lekker uitrekken. Beentjes uit het zakje. Ga je maar uitrekken, ja. Ga we lekker zo eten. Ga we eerst je luier doen. Goedemorgen allemaal, het is vandaag donderdag 23 december. Super leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Hi! Het andere deel van deze week kun je al bekijken op mijn kanaal. En ik split ze tegenwoordig in twee delen. Jullie vinden dat vaak heel erg leuk. Zoals je zag was Lef nog aan het slapen. Echt een slaapkop. Die slaapt gewoon lekker door dat half tien als het aan hem ligt. Maar ik moet echt heel veel doen vandaag. Dus ik moet eruit. Vandaar heb ik hem ook wakker gemaakt. Het is niet dat hij echt heel diep nog lag te slapen, jongens. En een beetje ritme is wel goed, want het is 8:30. Dus het is niet dat, dat het 6 uur 's ochtends is of zo. Maar Tigo had dus een flesje al gemaakt. Want hij is aan het thuiswerken. En ben even een schoenen luier aan doen. Ja. Nou, deze week is het dus kerst. Dat weten jullie denk ik wel. De vlogging is geen kerst meer. Niet bekend oud en nieuw. Maar ja, Lef's eerste kerst komt eraan. Dit vind ik niet zo lekker ruiken, Lef. Die gaan we in de wasmachine doen. Je ruikt naar plas. Ja, ik zie je wel lachen. Kijk hem nou. Hi. Ik ga in ieder geval weer verder met Lef's luier verschonen. Dus ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog als je zin hebt om verder te kijken. En dan wens ik jullie heel veel kijkplezier. Zo, ik ben alweer een tijdje aan het werk. En het is bijna 12:30. En Lef heeft lekker zijn ochtendslaap gehad. Nu eindelijk heb ik een beetje een soort een ritme met hem. Zijn wakkertijd is 1,5 uur. En dan probeer ik hem gewoon daarna in bed te leggen. En ik doe hem nu steeds boven in de kamer. Eerst deed ik hem continu in de box. Maar mijn moeder zei, je moet gaan leren dat hij gewoon in de kamer slaapt boven. Maar ja, eigenlijk ging dat super goed. Hij ligt nu in het donker en in zijn inbakerzakje met zijn ruis. En hij heeft echt net heel goed geslapen. Volgens mij echt wel 1,5 uur of zo. En dan gaat hij nu straks eten en dan gaat hij weer lekker spelen. En dan na 1,5 uur ga ik hem gewoon weer in bed leggen. En zo ga ik de dag weer voortzetten. Vanavond gaan we trouwens naar Tigo's moeder. Want dan gaan we daar... Ja, we hebben altijd zeg maar loodjes getrokken. Louis Lef is wakker. Hey moppie, heb jij lekker geslapen? Heb jij zo lekker geslapen? Nu ben je weer lekker uitgerust. En heel trots op jou dat jij zo lekker hebt geslapen. Gaan we zo lekker eten. Koekoek. Koekoek. Lekker dingetje. Ah, zo lief. Zo, dan gaan we even de ruit uitzetten. En dan gaan we lekker uit bedje. Oh, je zou zijn kopje moeten zien. Hij is zo cute. Hey. Lieverd. Ik hou zoveel van jou. Je wordt zo'n grote jongen, hè? Kijk hem ook liggen, heel met die armen omlaag. Ga me lekker uitrekken, schatje. En we er lekker uit. Hi. Lekker kunnen knuffelen. Hi. Kijk hem nou. Mijn kleine scheetje. Mijn kleine scheetje. Dit is trouwens mijn outfit voor vandaag. Deze blazer is van Chiquelle. Topjes van de Bershka. Broek is van Naked. Ik ga Lef zijn luier verschonen en dan gaan we zo lekker eten. Hè, schat? Schatje belt. Ik ben echt trots op jou dat jij goed hebt geslapen. Ik heel goed. Wat heb je nou weer te pakken gekregen, schat? Wat is dat? Wat is dat? We zijn alweer een tijdje gezellig bij Tigo's moeder. Lef die ligt boven te slapen. We zitten allemaal in een kringetje. En we gaan zo een dobbelspel doen. Want er liggen allemaal
cadeautjes onder de kerstboom. Echt super veel cadeautjes. Ik zie hier Axel staan. En hier staat geen naam op. René. En nou ja, van alles. Dus we hebben een dobbelsteen. Kijk, en wat staat er allemaal op? Gooi nog een keer of geef een cadeau weg. Nou, ik ben benieuwd. Wie gaat er beginnen? Ja. Nou, het eerste cadeau zijn kerstsokken. Leuk. Ik dacht dat Happy Socks waren. Ja, dat zijn ook Happy Socks. Oh, dat zijn ook Happy Socks. Maar dan de kersteditie. Leuk. Er zat geen naam op. Die is voor Tycho. Ja, weet ik. Oh, van wie zal die het zijn? Ik ben een beest. Oké. Jij zei tegen mij dat jij dat niet wist. Nee, maar nu wel. Ze wist het niet, maar nu wel. Jij wist het echt niet, maar laat het wel. Cadeaukaart. Gewoon in goud. Leuk. Die kunnen we altijd gebruiken. Wie zal die gaan pakken? Niet van jezelf pakken, dat mag niet. Ik wist het gewoon dat hij mij ging pakken. Ik weet al wat het is. Ik denk dat Miranda mij had. Aan de vragen. Ik kwam er pas aan het einde achter dat de vragen werden gesteld. Ik lag op mijn vakantiebed. Ik dacht, ik ga eens even in die loodjes even kijken. Er stonden ook allemaal vragen staan. En ook, wil je iets voor Lef? En toen dacht ik, nou, jij had iets gestuurd op WhatsApp een keer voor Lef. Dus ik wist gelijk dat jij... Ja, kijk de gezicht. En dit zijn denk ik geurkopjes. Ik zou het niet weten. Ja, ik heb ze. Ja. Ik heb ze dan niet. Ja, ja natuurlijk. Of Ivy. Maar ik denk dat echt niemand dat... Nee, aan dit te zien... Dat is de Ivy. Ivy? Want Axel had dat net ook. Oh, ja, die had ook zo'n kijk, die wilde ik heel graag voor in huis. Geurstokjes. Van het kruidenbal, die wilde ik ook heel graag. Want nou, die had ik altijd. Ja. Die had ik expres niet gekocht, want ik dacht ik zet hem op mijn verlangen. Ja, ik dank je wel, kerstboek. Even kijken. Geef. Ivy. Ja. Wat zal dat toch zijn? Ik denk iets van de kruidenbal. Ik denk van de prima. Oh, lekker. Lekker. Rituals. Oh, dat zijn geurstokjes. Ja. Oh, lekker. Ja, dan hebben we hier iets voor Lef. Oh, waar is Lef? Oh. Die is boven. Ja, dat zullen we uitpakken dan. Ja, is goed. Lef. Wat denken we dat het is? Ik heb werkelijk geen idee. Ja, misschien iets van een... Het is heel buikpaar. Ik denk dat het een zwembroek is. Oh, misschien is dat ene kleed wel. Maar dan zou je denken dat is zo'n pakket. Maar ja, het is zo buiten. Het is toch een beetje tegenvallend, zo dun. Oh, dus dat is echt dat ding. Nee, dat valt tegen, hè? Oh, maar... Wat is dat nou? De wonderlijke weg. Een voorleesboek. Oh joh. Ik sla nou steeds. Ja, ik zie. Nou, lees nou. Dat vind ik zo'n mooi tekst. Lieve Lef, ja. Waar het levenspad jou ook brengt, blijf geloven in jezelf en onthoud dat we heel veel van jou houden. Opa René en oma Miranda. Leuk, dit kunnen we voorlezen. Het enige op de wereld. Wat jij ook zo. Oh, wat lief. En dat gaat dan over, dat die, respect. Dat je voor jezelf op moet komen. Leuk. Kijk, voor Lef en Prenatal. Oh, dat vind ik heel leuk. Ik weet ook helemaal niet wie mij, hè? Weet je dan wel wie je? Lef! Ja, dat mag niet. Ja, dat mag dat papa voor. Dus iedereen bedenkt van Ivy hoor. De favoriete merk. Ik zag dat tasje, want we hadden dus van Ivy een jasje van dat merk. Oh my god, dat is heel leuk. Oh, dit is. Oh, dankjewel. Oh my god. Oh, wat leuk. Welk maat is dat? Wel groot, denk ik. Even kijken. 62? 60, geloof ik. 62 dan. 6 maanden. Oh, heel leuk. Nou, we hebben weer een cadeautje voor Lef. Dus dat is van opa en oma de heer. Wat zal het zijn? Ach. We hebben dat een mooie aanzet voor jullie. Oh, een soort nachtlampje. Ja, gewoon een lampje, maar dat vond zij echt heel... Oh, er zit nog geen batterij in. Ja. Of wel? Wacht even. Wil je dat misschien dat lipje eruit halen? Ja. Ah. Kijk nou hoe schattig. Heel schattig. Kijk, en die verandert van kleur. Het zal dat toch zijn? Wat is dat nou weer? Ja, het is iets wat je gevraagd hebt. In je auto of zo? Het is iets wat je gevraagd hebt. Is dat wat ik nog wel was? Ja, dat is een auto. Je telefoon. Daar heb je tegenaan. In de auto. Oh ja, zo ja. Heb ik gevraagd? Jij hebt allemaal rare dingen gevraagd, zei je. Ja. Allemaal, er liggen allemaal rare kleine cadeautjes. Maar is dat gewoon al magnetisch wel zo, geloof ik. Ja. Nou, we hebben nu een kraskalender. Dat is altijd leuk, hè Tycho? Hopelijk hebben we dit jaar wel prijs. Nou, we hebben weer een cadeautje voor Lef. Ik had trouwens net ook nog een lekkere carporven. Wat zal dit zijn? Ik heb werkelijk geen idee. Misschien iets van blokken of zo. Of een speelgoed, denk ik. Kijk iedereen aan, maar...
Ja, wat is dit? Oh, dit is die speel. Nou, dat, ik denk een grote ding is dat speelmatje, maar dat zit hierin. Ja. Zit dat erin? Ja. Dit is een speelmat. Zullen we hem even eruit halen? Hier moet blijkbaar een grote speelmat in zitten. Nou, heel groot. Ik denk dat toch allemaal tegenvalt. Sorry. Ja, want jij van de. Zo schrijf je me niet meer. Je zat verkocht hier al in. Ja. Vanaf 3 maanden. Nou, dat is die. Ja. Oh ja, maar dit is een soort, misschien moeten we opblazen. Zo lekker water. Water in. Er moet warm water in. Nou Lef, je hebt weer een cadeautje. Ik kan nu ook een paar jaar terugkijken. Oh, ik kreeg allemaal cadeaus. Ja. Nou, wat is dit dan? Een kids cadeau. Dan kan je bij de HEMA, CNA, wat is dit? Een, monkey town en nog veel meer dingetjes. Oh, dat is leuk. Ja, speciaal voor kinderen. Dankjewel. Van wie is dit? Oh, wat staat ook van er mij en opa en ik. Dankjewel. We zijn klaar met alle cadeautjes en we hebben allemaal dus zo'n kraskalender. Dus we zijn direct bezig met krassen. Laat even in de comments weten of jij wel eens een dikke prijs hebt gewonnen. Mijn hoogste prijs was 5 euro. En ik heb echt nog veel van die kalenders in mijn leven gekregen. Dus waarschijnlijk zal het nu niks zijn of 5 euro. En net op het moment dat je denkt dat je wat hebt, moet je er nog 1. Dat hebben ook heel veel mensen volgens mij. Kaars. Ik ben echt benieuwd. We hebben hier weer een belletje. Oh, en laat ook even weten. Ben jij die geduldige persoon die elke dag van de maand netjes zo'n vakje openkrast? Of doe je het in één keer helemaal openkrassen? Dat doe ik. Ik kan niet wachten. Thuis heb ik er ook nog één. Die heb ik nog niet eens opengekrast. Ivy heeft gewoon 20 euro. Dat is echt nog veel ook, jongen. 4 keer de hulst. Super cool. Nou, ik heb niks. Helaas, pindakaas. Weggegooid geld. Hoep. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Vanavond is het kerstavond. Dus ik ga zo even mijn haar wassen, want het ziet er niet uit. We hadden gisteren van Tigo's moeder, hadden we onder andere dit leuke speelkleedje voor Lef gekregen. Daar kun je dus water in doen en dan zou hij dus zo moeten doen met zijn handen. En die poppetjes kunnen volgen, alleen ja, het boeit hem niet. Want ik deed het net en hij keek overal naar, behalve naar dat speelkleed. Dus ik weet niet of hij het überhaupt al ziet, die kleurtjes, en of het hem boeit. Maar ik denk dat als hij wat ouder wordt, dat hij het wel leuk gaat vinden. Maar nu, nee, nu niet. Hij vindt dit altijd wel heel leuk, gewoon dit speelkleed. Hey, dat zie je er leuk uit vandaag, knapper. De droger staat aan, ik weet niet of je het hoort. En ik ben net een paar uur bezig geweest met het editen van mijn vakantievlog. Ik zit nu eventjes een beetje te chillen boven op bed. En ik zat eventjes op Hatsa. Echt zo'n chille app, jongens. Ik zal er wel even wat meer over vertellen. Eigenlijk is het een soort een handige online shopping buddy. Als je nou allemaal items hebt gezien die je leuk vindt, kun je ze dus daar op boards opslaan. Ik had dat bijvoorbeeld gedaan voor kerst. Dan had ik dus kerstoutfits. En heb ik dus allemaal leuke items die ik onlangs heb gezien, heb ik daar toegevoegd en opgeslagen. Dus dan kun je ze heel gemakkelijk weer terugvinden. En mocht een item afgeprijsd worden, kun je daar ook een melding van krijgen. En kun je dat dus ook zien. En dat is echt heel fijn. En je kunt je board ook met mensen delen. Dus jullie kunnen bijvoorbeeld ook mijn board bekijken. Maar ook, stel je gaat verhuizen en je ziet allemaal leuke dingen voor je interieur, kun je ze daar dus ook gewoon heel gemakkelijk op een bord opslaan. Dan kun je alles bij elkaar voegen. Kun je ook gelijk zien of het allemaal een beetje met elkaar matcht. En weet je dus wat je hebt gevonden. Want ik heb best wel vaak, als ik op het internet zit, dat ik leuke dingen zie. En uiteindelijk ben ik ze kwijtgeraakt. Maar vanaf nu, als ik dus iets zie wat ik misschien wil hebben of voor iemand wil kopen, sla ik ze dus op zo'n Hatsa bord. En ik vind dat echt heel handig. Wat ik ook heel leuk vind, je kunt dus ook iemand uitnodigen op je bord. Dus stel, jij gaat samen met je vriend of misschien met een vriendin samenwonen, ik zeg maar wat. En je hebt allebei gewoon dingen die je graag in je huis zou willen, ja, neerzetten. Dan kun je dus beide gewoon die producten opslaan in die bord. Je kunt ook productsuggesties aan elkaar geven. En je kunt ook communiceren met elkaar via Hatsa. En ze hebben zelfs een gekocht functie. Dus dan kan je ook nog eens laten zien wat je gekocht hebt. Ik heb nog niet heel lang een Hatsa account. Maar ik vind het echt heel erg top. Dus ik zal jullie even een bord van mij laten zien. Want weet je wat wel heel erg leuk is? Je kunt me daar dus volgen. En mocht ik een nieuw bord aanmaken of nieuwe producten toevoegen, krijg je daar dus een melding van. En hoe leuk is dat, jongens? Dit is hoe mijn Hatsa er tot nu toe uitziet. Nou, ik heb hier bijvoorbeeld een bord met kleding voor Lef. Als ik dan dus kleding zie die ik leuk voor Lef vind, dan voeg ik ze dus hier zo toe. En mocht er dus iets afgeprijsd worden,
Nou, krijg ik daar dus een melding van. Kijk, ik vond dit allemaal echt zo ontzettend leuk. Maar hier komt nog zoveel meer tussen te staan. Dus ben je allemaal benieuwd wat ik leuk vind voor Lef of wat ik voor hem ga kopen? Kun je me dus volgen. En ik had dus ook dingetjes voor kerst. Kijk, kerstoutfits. Kijk, dat vond ik echt heel erg leuk. En het is wel heel grappig. Deze jurk heb ik letterlijk ook gekocht. Kijk. Deze jurk ga ik deze dagen aandoen met kerst. Voor Lef heb ik dus uiteindelijk geen kerstoutfit meer gekocht. Want ja, we waren op vakantie geweest. En ik had er eigenlijk niet goed over nagedacht. En nu is het alweer kerst. Maar hij heeft wel een kersttrui van mijn moeder gekregen. Maar ik vond dit wel echt te leuk. Dus ik kan het ook altijd gewoon nog kopen. Gewoon voor de leuk. Want het is niet per se dat het alleen met kerst kan. En die slofjes, jongens. Die zijn toch schattig. Ik wil echt zo graag van die slofjes voor Lef. Maar ik ga er echt nog veel meer in de toekomst maken. Dus ik zou zeggen, volg me even. Ik zet een linkje van mijn account in de beschrijving. Misschien is het ook wel leuk om je vrienden hiervoor uit te nodigen. Dan kun je een beetje elkaars interesses bekijken. Of misschien hebben jullie samen een verjaardagsfeestje of zo van iemand. En wil je met een groepje een verjaardagscadeau voor iemand kopen? Nou, dan kun je eens een bord delen dus. En de leuke cadeautjes bijeenvoegen. Ook als Lef bijvoorbeeld 1 gaat worden, ga ik natuurlijk ook een bord voor hem maken. En nog veel vaker. Dus het is echt gewoon zo handig. Het is echt een shopping buddy. Nou, ik ga dus even lekker achterover leunen. En even nieuwe boards aanmaken. En wat items die ik leuk vind daar toevoegen. Misschien wat outfits voor oud en nieuw. Of gewoon wat leuke dingetjes die ik wel zou willen kopen volgend jaar. Hey, Leffie. Wat ben je aan het doen? Hey. Ja, hè. Lekker aan het tummy timen met allemaal van die figuurtjes. Nou, zo. Jij vindt mij interessanter, hè? Ja, hè? Ja, hè, Lef? Ja, hè? Cutie? Hey. Hey. Hey, Lef. Hey, Lef. Dit hou je lang vol? Ja. Dat ben je al een paar minuten aan het doen. Normaal gesproken ben je al aan het krijsen. Ja. Cutie. Zit je nu te poepen? Zit die nou te poepen, jongen? Oké, jongens. Het einde van de dag inmiddels. En ik snap het punt om even snel naar het kruis te gaan. Want we gaan dus onverwacht bij mijn vader een dobbelspel doen. En dan moeten we allemaal van die gekke cadeautjes kopen. Maar dat hadden we dus nog niet, want hij zei dat ineens gisteren. En alle winkels zijn dicht, dus nu we naar het kruis gaan. Het zal er wel druk zijn, maar het is alweer eind van de dag. Dus het gaat dus snel, hè? Daar ga ik. Gelukkig is het droog, net als het aan het regenen. Ik ben weer terug. Ik heb wat dingetjes gehaald. Wat dingen voor onszelf en dus voor de spriezers. Nou, overal hadden ze geen inpakpapier meer. Dus ik heb dit prachtige Disney inpakpapier. Maar goed, aangezien het toch allemaal voor de gein is, dat spelletje met de dobbelsteen, dacht ik, nou, dan ga ik ook gewoon gek cadeaupapier kopen. Ik had ook een andere keus. Ik heb dit voor het spel. Van die snoepjes. Dikke bleek, voeding, navul, handzeep, een geurkaars. Dit is om de voeding van Lef in te bewaren. Ik zag dit dus. Het schijnt dat jij lippen hier van plumpen of groter worden of zo. Als je dat opsmeert, zo'n lippenfiller staat er. Nou, ik ben heel benieuwd. Bubblegum, baby, zeep, paracetamol, zo'n geurding, douchegel. Tandpasta. Ik heb eigenlijk dus heel veel dingen gekocht die handig zijn voor in huis. Dat je dus zeg maar dat het wel rare dingen zijn. Maar dat je er dus wel wat aan hebt. Een gezichtsmasker. Babyvoeding. Handzeep. Schoonmaakazijn. En een lippenbalsem. Maar goed, er lag ook gewoon helemaal niet echt veel qua cadeau dingen. Want ik denk dat iedereen even last minute kerstcadeaus bij het kruisland en zo heeft geshopt. Omdat alle winkels natuurlijk dicht zijn. Inmiddels is het avond. We staan op het punt om te gaan vertrekken. We gaan bij mijn moeder kerstavond vieren. En morgen gaan we naar mijn vader toch? Oh nee, naar jouw moeder. Tweede kerstdag naar mijn vader toch? Ja. Ik heb dit vandaag aan. Dit supermooie jurkje. Deze is van Chiquelle. Deze heb ik een keer laten zien in een weekvlog.
Qua make-up heb ik echt alleen maar mascara op. Maar we zijn nog even de melktoren aan het klaarmaken voor Lef. En dan gaan we weg. We zijn gezellig bij mijn moeder. En ze hebben echt heel erg leuk een soort drie gangen diner voorbereid. Had ik niet verwacht trouwens. Het lijkt net of we in een restaurant zitten. Ik zal het wel even laten zien. Kijk jongens hoe mooi het eruit ziet. Het is dus eendenborst met mango en walnoot en framboos en tomaatjes en sla. Ziet er echt super leuk uit. En de kerstboom staat gezellig. Wat een feest, hè Tigo? Oké, ik vergis me even. Het is blijkbaar een viergangen diner. We krijgen straks soep en dan iets van hertenbiefstuk en dan nog een toetje. En Lef die ligt trouwens te slapen, maar ik hoorde net... Dus misschien is die wakker. We hebben een kersttrui voor Lef. Cool. Ja, die had mama gekocht. Nou, Lef heeft zijn kersttrui aan. Hallo. Kijk hoe leuk. Hallo. Doe jij dat? Hallo Lef. Kijk of ze... Hallo. Ben je Timmy time aan het doen? Ja. Nou, we hebben nu een paddenstoelen rundsoep. Onder het vlees zit cranberry. Portsaus. Dan het vlees en dan zit er portsaus overheen. Portsaus. En daar ligt naast ligt daar peer. Oh, dat is peer. En aardappel dingetje. Lekker. Eet smakelijk. Nou, smakelijke voortzetting. Nou, we hebben lekker een toetje. Een, wat is dit? Appelgebak. Ja. Appelgebak. Nee, appelstroedel. IJs. En het ziet ook lekker uit. Volgens mij zit ook iets van aardbei in. En besjes. Het is vandaag zaterdag en het is vandaag de eerste kerstdag. En dit jaar is het dus Lef zijn eerste kerst. Dat is echt super bijzonder, vind ik zelf. Ik heb even lekker twee broodjes voor mezelf gemaakt met gerookte zalm, roomkaas en met vegetarische filet américain. En een vers sapje. Het is al middag, maar dit is ook gelijk mijn ontbijt. Dit is de kerstoutfit van vandaag. Deze supermooie jurk komt van Comcat Fashion. En deze heeft dus echt zo'n hele mooie open rug, zoals je kunt zien. Alleen ik heb echt struggles, want ik heb niet zo'n plak BH of iets. Dus ja, ik heb nu eventjes die bandjes van die BH losgedaan en hierin gestopt. Maar ja, het mooiste is natuurlijk wel gewoon met een plak BH. Maar die heb ik niet. Ik ben even heerlijk een klein stukje aan het wandelen met Lef buiten. Want het lukt hem niet om thuis te slapen. En ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat hij slaapt. Maar het is zulk lekker weer. Ik wilde echt heel even een frisse neus. Het was best wel lang geleden dat ik... Mijn neus heeft gehaald. Het is wel echt koud. Het is letterlijk fris, maar die zon maakt alles goed. Kijk, daar ligt Lef lekker. En kijk, het zonnetje, jongens. Het is toch prachtig zo. Daar kan ik echt van genieten. Maar ik loop hier dus met een dunne panty, dus dat is best wel fris. Inmiddels zitten we in de auto. We hebben even lekker sushi opgehaald. Want we gaan vanavond bij Tigo's moeder allemaal verschillende hapjes eten. En onder andere dus sushi. Dus wij moesten dat even gewoon afhalen. Want we wilden eerst gourmetten, maar dat is dus echt niet goed voor een baby. Dus vandaar hebben we dat niet gedaan. Daar ligt de sushi. We hebben een grote box en nog allemaal makis. Heb je er zin in? Zeker, ja. Ik ook. Een hele goede middag. Het is vandaag zondag. En ik ben de hele ochtend bezig geweest met het editen van mijn laatste vakantievlog. Mocht je de vakantievlogs nog niet hebben bekeken, ze staan allemaal op mijn kanaal. Ik zou het super leuk vinden als je gaat kijken. Mocht je ze al hebben gezien, laat even in de comments weten of je ze leuk vond. In ieder geval, Lef die zit in de kinderstoel. Die krijgt een lekker flesje. Dit is speciaal een kinderstoel vanaf 0 maanden. Vanaf dat ze eigenlijk geboren zijn. Dus dat is heel fijn. Maar goed, er liggen hier dus allemaal cadeautjes. Dit is voor Tigo. Dat heb ik voor Tigo gekocht. En dit is ook voor Tigo. We hebben echt vreselijk inpakpapier. Maar ja, eigenlijk vind ik het ook wel geinig. Maar er was dus helemaal niks anders meer. En dit is allemaal
onzin eigenlijk. Nou ja, bijna allemaal onzin. Voor een spelletje, zo'n dobbelspel wat we bij mijn vader gaan doen. Want wij gaan straks naar mijn vader en daar gaan we dus tweede kerstdag vieren. Kijk trouwens, Tigo is daar helemaal trots op, denk ik. Oh, je hebt het ook echt op dat blakje gezet. Tigo die heeft zo'n, wat is dit eigenlijk? Voor whisky, ja, toch? Whisky set, vond hij mooi om te hebben. En whisky die komt ook nog aan. Ja, inderdaad. Niet drinken onder de 18, hè, jongens. Maar wij gaan zo dus cadeautjes aan elkaar geven. Tigo heeft ook een cadeautje voor mij. Daar staat het. Hij heeft het niet mooi ingepakt. Het zit in een vuilniszak of zo. Ja. Het ziet heel zielig uit. Het ziet heel zielig uit. Ik ben benieuwd naar de inhoud. Nou, ik ga het zo aan jullie laten zien. Dit is de look van vandaag. Ik heb dus elke dag een andere kerstoutfit aangedaan. Dit is hem. Dit is een heel mooi jurkje van Cool Cat Fashion. Heb ik pas ook laten zien in mijn weekvlog. Heel blij mee. Mijn haar heb ik gewoon strak naar achter gedaan in een knot. En ik heb mooie sieraden om. Dus dat is mijn outfit. En Tigo die heeft geen kerstoutfit aan. Die heeft gewoon een doodnormale outfit aan. Waar is je blouse? Ja. Ik vind altijd een beetje overdreven. Nou, ik vind het hartstikke leuk. Je bent trouwens heel bruin, man. Ja. Kijk. Ja, dat is misschien meer voor mij de flutje mooie. Ja, nee hoor. Jongens doen het ook, maar... Ik vind het leuk als jongens leuk een blouseje aan hebben of wat dan ook. Maar ja, hè. We hebben trouwens ook binnenkort natuurlijk oud en nieuw. Kan ik me ook weer leuk aankleden? Jee. Meiden vinden dat heel leuk. Ik kijk het hele jaar naar uit dat ik eindelijk zulke leuke jurken aan kan doen. Laat weten als je dat ook hebt. Oké, we zitten op de grond. Onze kerstboom en de cadeautjes zijn een beetje triest. inderdaad. Maar ja, ik heb... ook met kerst eigenlijk nooit van mijn ouders cadeautjes gehad. Dat had ik wel echt leuk gevonden, maar dat is bij ons nooit zo geweest. Dit jaar heb ik ook niks van mijn moeder gehad, van jouw moeder dus wel. Ja, maar ja. Je moet er nu bij, dit lijkt een beetje... Lef komt ook eventjes bij. Hè? Ik heb al een groot cadeau gekregen dit jaar. Ja, dat is het. Dit is het allermooiste cadeau. Dit is de kerstbaby. Het allermooiste cadeau. Van de hele wereld. Volgend jaar ga ik sowieso cadeautjes voor Lef kopen. Alleen nu had ik zoiets van, hij begrijpt er toch geen zak van. Nee. Ga jij maar eerst. Tigo heeft één ding voor mij en ik heb meerdere dingen voor Tigo. Ja. Ja, het zijn... het ziet er echt zo sad uit dit. Maar het gaat om het idee. Ja. Er zijn mensen die krijgen echt heel veel. Er zijn mensen... Oeh. Nike. Oh, ja. Zo sad is het nu niet meer. Ik hoop dat ze vast is. Hallo Lef, hoop jij dat ook? Nike slippers. Mooi, hè? Nou, komt dat eens mooi uit. Dat wilde ik. Ik hoop dat je ze past. Doe eens even aan. Hi, Louis Lef wil ook cadeauzen. Was je ze? Het past wel toch? Ja, krijg je je voet erin? Ja, dit past. Mooi. Nou, die wilde ik, dus daar ben ik heel blij mee. Ja, hij wilde heel graag nieuwe slippers. Nou, dit is mijn cadeau, prachtig ingepakt. Ja, het is echt sad, maar alles is goed. Wat is dit nou weer? Good girl, Carolina. Deze ken ik niet eens. Ken je die niet? Nee. Ben die kennen. Jij, dat vroeg jij nog een keer voor je verjaardag. Ja, nee. Good girl, dat vind ik echt een lekker luchtje. Nee. Nou, moet je maar uithalen. Ik heb deze nog nooit. Jongen, zelfs op de reclame, ik moest mijn lach inhouden. Ik ken deze helemaal niet. Die staat in de top 10 lekkerste geuren voor dames. Ik ken deze helemaal niet. Hij is wel lekker. Maar ik ken deze echt niet hoor. Oprecht ken ik deze niet. Nou, superleuk jongens. Deze staat leuk ook op een tafeltje gewoon, hè. Ja. Maar deze ken ik oprecht niet. Ik heb nog nooit van dit merk gehoord. Ja, dan moet je maar eens gaan zoeken. Ik wil altijd luchtjes, want ik weet niet wat ik anders moet vragen. Maar ik ben altijd blij met luchtjes. Nou, dat zijn meerdere cadeautjes van de Wal. Nice. Koop een kleine onderbroekje. Laat maar zien. Die ik nog nooit gezien heb. Nee, ik dacht ik neem een keer wat anders. Ander model ook. En? Een Calvin Klein. Nice. Kleding kan je nooit genoeg hebben. Ik hoop dat je het leuk vindt. Ik dacht ik ga gewoon lekker voor de basics. Ja, de basic. Maar wel mooi. Ja, netjes. Mooi hè. Zwart is altijd goed. Ik hou van zwart. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Dankjewel. Alsjeblieft. Oeh, Lef. Vliegt er vandoor. Ben je er ook blij mee? Nee, als je Lef heeft een cadeau, dat vind ik echt zielig. Nou, dat was je het wel al meer. Extreem uitgepakt. Ja, maar jij zei, ja, ik heb zo'n duur cadeau. Nee, nee, dat zei ik niet. Jij zei, ja. Ik zei ja. De waarde ervan. Wat ook helemaal niet belangrijk is. Maar... Nee, waarom zeg je dat dan? Ben jij niet blij? Jawel. Ben niet blij. Ja, maar ik ben surprised, want ik ken heel dat luchtje niet. Nee, daarom. Ik heb hier nog nooit van gehoord. Ik dacht, wat is dit nou? Ja, maar nog op de reclame. Dat is echt een bekend geurtje hoor.
Maar dit is dus Louis Lev's outfit. Ik vind het zo hilarisch, die sokken. Ik vind het zo grappig. Maar kijk dan hoe cute dit is. Dat is mijn fave. Nou, Tiger heeft zijn trui aan. Ik vind hem echt heel mooi staan. Kijk even daar in de gang in de spiegel. Het staat je echt mooi zwart. Zeker. Leuk, hè? Mooie trui. Kan je eigenlijk aanhouden vandaag? Ik vind die lelijke. Nee, het is echt heel mooi. Klopt, maar ik vind hem echt heel netjes. Maar dit past ook overal bij. En zwart staat je altijd goed. Dus die kan je aanhouden vandaag. Zeker. Weet je dan niet anders? Even een nieuwe onderbroek aan. Ja, dat is een nieuwe. Hi! Hallo! Hallo! Kijk eens hierheen, Lev. Ja, die past wel. Mooi kleur. Mooi, hè? Ja, ik vond het even leuk. Ik hou van donkerblauw. Een andere, ook een ander model kopen. Ja, daarom. Ik dacht, doe eens even een keer wat anders. Ik denk dat ze wel lekker zitten. Hoe vind jij ze, Lev? Wil je ook zo'n mooie onderbroek? Ja? Wil je ook laten zo'n onderbroek? Ja. Yeah. We zitten in de auto. We hebben nog even lekker een Mac kroketje gehaald. Dat was een hele lange tijd geleden. En ik heb hem gemist, mijn kroket. Jij hebt hem ook gemist, toch? Dat is heerlijk. We zijn gezellig bij mijn vader, Lev. Ja. Tigo die is even bezig met cadeautjes nummeren. Want blijkbaar moesten we ze een nummer geven. Dat wisten we niet. Kijk, hier onze prachtige Disney cadeaus. Kijk, hier liggen allemaal cadeautjes. Want we gaan dus met zo'n dobbelspel. En als je dan bijvoorbeeld 6 gooit, moet je nummer 6 pakken. En hier is Appie. Iedereen vraagt altijd, waar is Appie? Waar is die gebleven? Omdat ze hem natuurlijk nooit meer bij mij zien. Hey Appie. Hallo, dat is Appie. Nou, en mensen zeggen dus heel vaak dat Lev op mijn vader lijkt. Kom eens, pap. Kom eens even kijken hier. Even wat dichterbij. Even naast Lev. Hallo. Vinden jullie het nog steeds dat hij erop lijkt? Ik vind het helemaal niet. Jij? Nee, niet meer. Hè. Het haarkleur een beetje van vroeger van mij. Ja. Af en toe. Ja. Nee. Volgend jaar loop je hier misschien wel te huppelen. Ja, op het ijs. Op het ijs? Ja, er ligt ijs op de sleutel. Ik ben thee-miljonair. Nee, dit allemaal. Ja, daar ga ik balletjes van maken. Met allemaal, met twee soorten, is dat kip? Ja, kip. Kip gehakt en normaal gehakt. Ja, dat is een malse. Allemaal veel cadeaus. Ja, heel veel. Maar wat zal het zijn, hè? Kijk, heel veel. We gaan vanavond vlees fonduwen. En hier staat een lekkere zelfgemaakte appeltaart. Het is helemaal gezellig allemaal. Zo, we zijn lekker aan het eten. We hebben een vleesfondue. Dit zijn zelfgemaakte hakballetjes. Kip en biefstuk. En allemaal zelfgemaakte sausjes. Het smaakt leuk. Het smaakt lekker. En Lef die ligt hier op zijn kleed. Te staren naar de zijkant. Oké. Vier. Moet je gewoon een roze. Nee, we moeten zo. Ja, oh! Ik heb je ondertekend. Even kijken. Wat is dit? Yes! Een potlood! Een potlood! Een potlood! Yes! Oh ja, ja, dat is nu. Ja. Met hem. Nee, met hem. Zo weer. Oké, vijf. Waar is het nummer 5? Oh, jij weet het nee. Niet. Ik. Weet jij überhaupt wat erin zit? Ja, je hebt wel soms. Maar ik heb het niet ingepakt. Nee, ik ook niet. Ja, maar erbij. Nee, ja, ook wel. Wat is dit nou weer? Oh god. Jammer, oh, shit. Volgende keer beter. Wat is dit? Wat je bent gefopt. Wat is dit nou weer? Ja, hij maakt het over. Ja, weet je niet naar achteren? Jawel, dan moet je die dingetjes beide allebei even indrukken en dan naar achteren. Oh. Ja. Hi, Louis Lev. Hallo. Dat was een nek, hè? Ja, ja, tuurlijk. Hallo. Hallo. Mimi Bakker. Hi, schatje. Mimi Bakker. Oh.
Hij is weer wakker, hè? Ja. Zullen we even meekijken? En Tycho heeft een cadeautje. Dat is cute. Schotje. Hij had ineens stuipje, die kleine schot. Hello, we love. I'm Muffy. Hey. Hij zit te lachen. Niet je lachen. Wat is dat dan? Nee, daar staat door. Wat is dat? Chocolaatjes. Oh. Wie is er nu? Jij bent. Ja. Oh jee. Is dat groot? Ja. Hey, ga je even uit je zakje. Kijk eens even. Wat zullen we hier doen? Wat zullen we daar hebben, Lef? Wat zal dat nou toch zijn? Zo, dat is weer... Wat is dit? Dus, weet ja, je wat? Dankjewel. Ik weet nu precies. Dankjewel. Nu volgende dag is alles in wakker. Oh, oh. Wat gebeurt er? Niks, maar. Hoort iets zo geluid. Ik zat zo hard te lachen en hij denkt. Wat... Lieve, wat is dus, ja. Volgende keer, ik weet zeker, die zal opruimen wissen. Wat is dat? Wat zou dat zijn? Voor mij altijd is het lekker leuk. Een gezichtsmasker. Een gezichtsmasker. Oh, ja. Dat is voor jou. Voor mij alles is zo prachtig. Ja, omdat jullie pas met die gezichtsmaskers deden. Ik teken zo vaak, dus dit is voor mij goed. Dit is ook. Ja. Wat is het? Ja, nog een kaars. Ja, yes. Nog een kaars. Nou, alle cadeautjes zijn weg onder de kerstboom. En we gaan nu, hoe noem je dat ook weer, pesten, toch? Ja. Met toosjes. Er staan hier nog gebakjes. En dan is dit alweer het einde van deze weekvlog. Het was de eerste kerst voor Lef. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. Ik vond het echt super leuk. Laat even weten of jij ook een leuke kerst hebt gehad. En dan wil ik je uiteraard weer heel erg bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je het weer leuk vond. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En hopelijk tot in de volgende video. Doeg!